zijn vandaag niet in Brabant, maar in Antwerpen. Al 3 seizoenen lang proberen we ze te ontmoeten. Victor en Rolf. Gingen wij naar Parijs, hadden ze daar net geen show. En nu zijn we dan hier in Antwerpen. So you think you know it all. Modeontwerpers Victor en Rolf laten elk seizoen een porseleinen pop maken. Die een outfit aankrijgt die met zorg is gekozen uit de collectie van dat moment. De selectie van deze dolls is neergestreken in Studio Job. De galerie van topdesigners Job Smeets en Nienke Tijnagel. Het zijn in totaal 20 van de 50 poppen. Ja. En deze selectie is ook geëxposeerd in Duitsland. In Londen. En het NDW Museum. Ja. En in Londen. En in het Centraal Museum. De selectie van Rolf, hè, mijn favoriete pop. Jij hebt alle poppen gefotografeerd. Zou je nou zelf ook deze selectie hebben gemaakt? Nee. Welke mis je bijvoorbeeld? De Bedtime collectie. Ja. Zo ontzettend mooi vind. Zo romantisch beeld. Maar ik ben bang, het past niet in deze cilinders. Ja, de gasten zijn al binnen, maar nog geen Victor en Rolf. En ik begin een klein beetje te twijfelen of dat ze nog wel komen. Maar zal toch wel? Hè? Opening van hun expositie, toch? Nou, vind ik het een spannende avond. Want Victor en Rolf zijn voor mij dan toch op modegebied de Madonna's. Maar ja, goed, er is ook nog wel een Brabander die denkt, wie zijn ze? Nou, ik denk dat ze eigenlijk in de modewereld voorstellen wat Job en Nienke in de designerwereld zijn. Het zijn mensen die toch vanuit hun gevoel werken en dat gevoel vertalen en soms uitvergroten of overdrijven. In dit geval voor Victor en Rolf in mode. Maar het zijn ook ontwerpers die zichzelf vragen stellen. En ja, dat klinkt heel abstract en bijna onmogelijk, maar dat toch vertalen in kleding. En ja, dat blijkt te kunnen. En dat is denk ik wat hun heel erg bijzonder maakt in de modewereld. Voor een klein landje als Nederland, wij hebben niet een hele rijke modetraditie. En er zijn toch 2 jongens op een gegeven moment opgestaan die hebben hun modeopleiding afgemaakt en die zijn gewoon wereldberoemd geworden in modeland. Ja, kijk, zowel voor de Nederlandse geschiedenis als internationaal betekenen ze natuurlijk heel erg veel. Want het is heel knap dat je zowel in je eigen cultuur de grenzen kan oprekken als dat je in het buitenland, internationaal, zo'n naam maakt. En dan hebben we het over 10, 11 jaar met fantastische shows waar iedereen over praat. Wat vind jij daar zo spectaculair van? Wat ik bijzonder vind aan hun collecties is dat ze altijd een heel sterk beeld weten neer te zetten. En dat je eigenlijk na een aantal kledingstukken dat je ook wel ongeveer door hebt waar die boodschap over gaat. Bijvoorbeeld hierachter zie je een van hun allereerste prêt-à-porter collecties, Stars and Stripes. En dat verwijst naar Amerika, maar het land van de ongekende, onbegrensde mogelijkheden. En dat is eigenlijk ook wat zij wilden. Zij wilden ook verder en die grens over. En die Stars and Stripes, dat zijn voor hun juist symbolen om daar hun gedachten en hun wensen mee uit te drukken. Bij hun werk, dat zie je eigenlijk bij alle kledingstukken die hier tentoongesteld zijn, zie je ook die overdrijving. Bijvoorbeeld de flower collectie met al die bloemetjes erop geborduurd. Nou, dat verwijst naar de periode dat ze bezig waren met hun eerste parfum, Flower Bomb. Ja. Nou, hier achter mij hebben we ook nog een hoogtepunt. Ja. De babushka. Ja, klopt. Ja, vertel eens. Dat was toch wel heel vooruitstrevend wat ze toen lieten zien. Ja, dat was een haute couture collectie. En je moet, kijk, haute couture is echt, daarin kun je gewoon en alles laten zien wat je wil. Dat is jouw droom als ontwerper. Een prêt-à-porter collectie is dan meer confectie. Dus dat moet echt commerciëler zijn, dat moet verkopen. En in deze collectie hadden ze maar 1 model. Nou, dat was nog nooit vertoond.
Dat was al uniek. En dat model kleden ze steeds aan met een laag. En de relatie met hun nieuwe collectie van deze winter is dat ze dat eigenlijk weer opnieuw hebben gedaan. Alleen nu was het zo dat een model op het podium stond echt flink aangekleed. En die werd eigenlijk laag voor laag werd die afgepeld. En elke laag was een kledingstuk wat op een bepaalde manier bevestigd werd en gedrapeerd. En ja, daarin zag je toch al die technieken die zij beheersen. En de mogelijkheden die hun kleding biedt om te dragen, dat zag je daarin terug. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Ze zijn inmiddels binnen. Ze komen trouwens oorspronkelijk uit Brabant. Hè? Geldrop en Dongen, echte Brabanders. Maar nog geen toestemming voor een interview. Hoe vind jij het om voor Victor en Rolf te werken? Ja, het is een eer. Ja. Het is een eer en het is ook een zo inspirerend. Want je bent geneigd als modefotograaf, catwalkfotograaf, om mode heel erg aan de oppervlakte te beleven. En door Victor en Rolf leer ik eigenlijk de meer de diepte erin te gaan en ook een oeuvre te volgen en ook van dichtbij. Bijvoorbeeld die poppen heeft voor mij enorm verdiepend gewerkt. Ik dacht dat ik hun collectie al heel goed kende, al hun collecties. Maar door die poppen heb ik eigenlijk in detail, er zitten altijd zoveel dubbele lagen in het werk van Victor en Rolf. Dus dat zo, dus het is eigenlijk een werk heel verdiepend. Ja, en je doet dit al zo ontzettend lang. Ja. Je kent ze nu echt als een van de beste. Wat zie jij nou gebeuren bij hen? Ik heb ze volwassen zien worden. Ja. Dat klinkt misschien gek voor iemand die zelf pas net volwassen is, maar zo zie ik dat wel. Het waren echt twee, toen ik ze leerde kennen, echt twee jochies. En als je nu kijkt, nou zijn het echt, als je ziet hoe gemakkelijk ze met media omgaan en weet je, ze reizen de hele wereld over, sluiten miljoenen deals af met grote partijen. Dus weet je, het zijn volwassen. En die spelen echt in de big league, gewoon in de top 20 van de hele wereld. Nou ja, dat is gewoon, daar mogen we als Nederland zo trots op zijn. En wij Brabanders zijn natuurlijk helemaal apentrots. Maar of ze gemakkelijk met de media omgaan, dat weet ik zo net nog niet. Al krijg ik uiteindelijk toch toestemming voor een blikseminterview. Hoe vind je het vandaag hier, deze expositie? Onvergetelijk. Je bent even de wereld overgegaan, dan ben je even weer dicht bij huis. En dan kom je hier binnengelopen. Toch voor het eerst dat je even laat zien van dit is onze samenwerking hier voor de expositie. Onvergetelijk. Onvergetelijk. En hoe komt het dat je deze keuze hebt gemaakt hier? Ja, dat is een beetje random. Een beetje van elke een goed overzicht te krijgen. Er zijn 55 poppen. Dus dit is een goed overzicht van begin tot einde. Een beetje een paar favorieten ertussen. Ja, waar ken jij Victor en Rolf dan van? Waar heb je ze ontmoet? Nou ja, we zijn op een beetje hetzelfde moment gestart. Dus toen ik afstudeerde in 91, volgens mij zijn zij ook in 91 afgestudeerd. Ja. En Dongen. Nou, ik Oosterhout, dat waren de dorpen die met elkaar vochten vroeger. Ja, ja, ja. Dus dat was zeg maar al heel erg leuk dat die band was er. Dus ja, als we in Parijs waren, zagen we elkaar met shows. En ja, en zo is dat contact zeg maar verder uitgegroeid. En ja, veel respect naar elkaar natuurlijk. Ik weet wat zij doormaken en zij weten wat ik doormaak. Ja, dus precies. Dat is wel een band. Ja. We zijn natuurlijk de enige twee merken die internationaal door zijn gebroken. Het is wel heel bijzonder dat jij hier vandaag bent, Peter de huisfotograaf. Jetty is er, ja. Je hebt Job, je hebt Nienke, je hebt Victor en Rolf. Wat is er aan de hand? Een docent aan de kunstacademie tegen mij zei wel eens, je moet maar eens opletten dat eigenlijk alle goede kunst, ook van honderden jaren terug, is allemaal in het zuiden van Nederland gecreëerd. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, hij blijkbaar wel. Dus Brabant kan trots zijn. En ben jij nou ook benieuwd naar de poppen? Tot en met 16 juli zijn ze te zien in Studio Job in Antwerpen dus.